Guido. Tanja! Oh. En wie zit er maar uit, kom. Oh. Tanja, als je met dat soort van gasten als Didier blijft omgaan, dan loopt dat vroeg of laat slecht af. Het is al slecht afgelopen. Die drugtest was positief. Wat kwam jij er doen? Werk vragen. Wat voor werk? Ik weet niet. En dan Biorix of zo. Wil je dat ik eens met de directrice ga praten? Het is niet alleen de directrice. Denise, haar vader, betaalde mijn studies. Gaston Verkruift? Ja. Ik moest hem af en toe vertellen wat Denise deed. En wat dat zo over hem zei. Had dat te maken met de beschuldigingen van incest? Ja. En wat vertelde Denise dan allemaal? Gewoon. Dat niet waar was. Ze verzon die beschuldigingen samen met haar moeder. Dat ging om geld. En dat heb je aan Gaston verteld? Ja. Die mens had toch ook recht op de waarheid. Thank you.